Oké, nou, ik zal vast de inleiding geven, want zo heel veel tijd hebben we nou ook weer niet. Ik heb het net al in het uurtje van morgen toegelicht, wat de highlights zijn van deze sprint. Een aantal onderwerpen zijn we druk mee bezig geweest. Dat is de algemene set, waarbij we een nadere specificatie gemaakt hebben op basis van de toestemming. Dus dat betekent dat je bepaalde vragen voor vergunning bijvoorbeeld wel kan stellen. Die voor een melding niet relevant zijn. Dus ja, we hebben een ingebouwd dat je dat onderscheid kan maken. Omgevingsoverleg zijn wij druk mee bezig geweest met de nieuwe services om omgevingsoverleg te beheren en te kunnen bepalen. Performance testen hebben we uitgevoerd voor bepalen, met name bepalen indieningsvereisten en bepalen activiteiten. En we zijn aan het werk geweest voor toepasbare opvragen, waar een verbeterde service geleverd wordt door Ozon. Dat hebben we onze kant opgebouwd, zodat we die service ook kunnen afnemen. Ik moet bijvoorbeeld zeggen dat ik deze sprint review iets anders gepland had. Dus daarom kom ik wellicht ook even wat chaotisch over nu, want we hebben wat problemen met omgevingen. Dus we moeten even improviseren met de demo's. We wilden een demo geven voor de algemene set en het omgevingsoverleg. En dat gaat nu even niet. Dus we moeten even kijken hoe we daar een alternatieve demo voor kunnen geven. Dus om de wat tijd te winnen, stel ik voor dat we met de performance test beginnen. Want daar hebben we geen demo van, maar hebben we gewoon een aantal slides en toelichting. Dus ik wil het woord geven aan Christian Borg, een van de ontwikkelaars die de performance testen heeft uitgevoerd. Christian, was jij er klaar voor? Ja, ik had verwacht dat ik nog 10 minuutjes lang eerst jou kon aanhoren, maar ik ben er klaar voor. Even kijken, dan ga ik mijn scherm delen. Oké. Kan iemand bevestigen dat hier een prachtige PowerPoint-presentatie gedeeld wordt? Ja, dat kunnen we. Zeker, Chris. Mooi. Ja, performance test. Wij wilden onze performance test graag doen op onze eigen testomgeving. Hè. Beheer heeft een speciale performance testomgeving en zij hebben ook een acceptatieomgeving waar zij performance test tegen doen. Maar wij wilden heel graag. Chris, het is wel de laatste slide die je in beeld hebt. Nee hoor, het is de eerste. Ja. What's next? Is de laatste toch? De fuck? Dat is niet wat ik zie. Ja, nu zien we hem. Maar nu zie je niet fullscreen, denk ik. Nee. En nu? Ja. En ook de eerste slide? Ook dat. Prachtig. Ja, dus wat ik wilde zeggen. Wij wilden graag de performance test op onze eigen omgeving doen. Belangrijkste reden daarvoor waren dat we dan de controle hebben over onze eigen data. Op de performance omgeving staat de bruidschat, alleen dat is een vaste set en wij wilden graag zelf kunnen bepalen wat voor dingen daar staan. We willen ook graag onze externe services kunnen mokken. We doen performance tests als team om de bottlenecks in onze eigen code te kunnen vinden. En ja, dan is het eigenlijk alleen maar onhandig als we naar een echte Ozon gaan, die misschien traag is of die het misschien helemaal niet leuk vindt dat wij daar lood op zetten. En we willen ook op elk moment kunnen deployen. Op het moment dat de performance bottlenecks gefixt worden, willen we dat meteen kunnen neerzetten. En ja, dat is een beetje lastig op een omgeving waar wij geen eigenaar van zijn. Het enige probleem daarmee was dat als wij data willen testen, zoals op productie, daar hebben wij nogal wat resource requirements voor. Ga vooral niet deze hele slide lezen, maar ik heb in geel gearseerd wat onze resource requirements zijn voor productie. En daar zie je dat we bijna 49 CPU's nodig hebben, 115 gigabyte aan RAM-geheugen en 180 gigabyte aan disk storage. En dat heeft de testcluster niet standaard beschikbaar. Dus we hebben eerst even via beheer moeten regelen dat we dat wel kregen. Maar dat is geregeld, dus we hebben nu een testomgeving die net zo geschaald is als productie. Dus wij kunnen ook onze performance tests uitvoeren zoals we dat met productiedata zouden willen.
Wat voor testdata hebben we dan gebruikt? We zijn aan de slag gegaan met 400 gemeentes. Dat is natuurlijk niet hoe het in het echt werkt. Hè. In het echt hebben we volgens mij 380 gemeentes of zo. Dan zijn er nog 12 provincies en een stapeltje waterschappen. Alleen voor onze code maakt het niet uit of het een gemeente of een provincie of een waterschap is. Dus we hebben gekozen, okay, laten we gewoon met 400 gemeentes testen. Dat maakt ons leven iets simpeler. En voor de performance doet het er niet zo toe. Elke gemeente heeft 90 activiteiten gekregen. Dat betekent in totaal 36.000 activiteiten en 36.000 SDTR-bestanden waar we mee getest hebben. 1200 werkzaamheden en elke werkzaamheid heeft ook nog eens 100 trefwoorden gekregen. En daarmee verwachten wij dat we redelijk in de buurt zitten met hoe het op productie er ook uit gaat zien qua datavulling. Oh, geen vraag. Check. Oké. Okay. Goed, dus we hebben een groot deel van onze services getest. Ik ga jullie niet lastigvallen met alle resultaten, maar ik wilde wel even inzoomen op de resultaten van één specifieke service. En dat is de bepaalde indieningsvereiste service. Dat is de service die door het loket, hè, door PR12 gebruikt wordt op het moment dat de gebruiker vragen invult. Elke keer als een gebruiker een nieuwe vraag beantwoordt, wordt er een nieuwe call naar onze service gedaan. Dus dat betekent dat dit een service is die heel vaak gebruikt gaat worden. Eén gebruiker zal misschien tientallen vragen gaan beantwoorden. Dus ook per gebruiker tientallen requests. He, dit is een spannende server. Als deze traag is, dan gaat dat heel erg opvallen. Dus hier hebben we veel tijd aan besteed. In deze grafiek zie je twee lijnen. De gele lijn, hoe het werkt. Gebruiker is in het loket. Die zegt, ik wil weet ik veel, een boomkap in Amsterdam. Vervolgens wordt aan ons gevraagd, joh, welke vragen horen daarbij? Dat is de gele lijn. Een call naar ons waar een gebruiker nog geen enkel antwoord heeft gegeven. En wij zeggen, joh, ik heb hier een lijst met vragen die beantwoord moeten worden. En tot slot de blauwe lijn is in onze performance test. De gebruiker heeft alle vragen beantwoord. Gaat weer naar ons toe. En wij zeggen dan, oké, weet je, alles is beantwoord. Het is goed, je mag indienen. In de praktijk zal de gebruiker natuurlijk vragen één voor één beantwoorden. Maar in de performance test, om het wat simpeler te maken, hebben we twee calls. Eentje zonder antwoorden en eentje met alle antwoorden. Nou, als je naar deze responstijden kijkt, zie dat er best goed uit. Hè? De eerste call is, 180 milliseconden. En de tweede is, ik vind het lastig te zien, 75 milliseconden, denk ik. Dat is ruim onder wat het programma stelt. Volgens mij stelt het programma, hè, het mag maximaal 500 milliseconden duren. Daar zitten we onder. Natuurlijk wel met de kanttekening dat we ozon hebben gemokt. En onze mokt is lekker snel ozon. In de praktijk zal er langer over duren. Maar waar wij invloed op hebben, ziet er goed uit. Het enige wat je niet ziet in dit soort grafieken is, hè, de test heeft een uur gedraaid. Dus deze grafiek is van een uur en elk puntje wat je in de grafiek ziet is het gemiddelde van 1 minuut. Dus als we kijken naar de 1 minuut, dan staat daar een gemiddelde responstijd van 180 milliseconden. Maar het zou dus zo kunnen zijn dat daar 100 calls binnenkwamen en 99 waren in 170 milliseconden klaar. En één call duurde enkele seconden. He, dan ziet onze grafiek er heel goed uit. Alleen er is één gebruiker in de 100 die toch echt niet heel enthousiast is over onze performance. En dat zie je in deze grafieken die uitgemiddeld zijn niet terug. Dus daarom hebben we ook andere grafieken. En dat zijn de response time percentiles. Hoe je deze grafiek moet lezen is je ziet in de y-as nog steeds response tijd in milliseconden. En in de x-as staan nu de response time percentiles. Dat betekent dat, ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien. Maar stel dat we kijken wat er bij 90, het 90ste percentiel staat. Zie je daar een response tijd van 200 milliseconden op de gele lijn. Dat betekent 90% van de... zou iemand zijn microfoon willen muten? Dat betekent dat 90% van de gebruikers binnen 200 milliseconden een respons krijgen. En hè, dan blijft er nog 10% over. Daar zal het langer duren dan 200 milliseconden. En hoe meer je naar rechts gaat bij in de grafiek, hoe een groter percentage van de gebruikers je het resultaat hebt. Dus hè, meestal is interessant het 99ste percentiel. Dat is in de grafiek niet heel duidelijk, maar zelfs daar is de responstijd nog onder de 300 milliseconden. Dus deze grafiek toont aan, ook al zien die gemiddelde goed uit, nee, er is ook niet één gebruiker op de 100 die toch echt niet zo enthousiast is. Dus goed. Ook dat ziet er voor deze service netjes uit. Volgende grafiek, het aantal requests per seconde.
valt verder niet heel erg veel over te zeggen. Met onze performance test konden we 30 requests per seconde aan. Dus elke seconde konden er 30 verzoeken van de gebruikers tegelijk afgehandeld worden. Wat ik zei, bepaalde indieningsvereisten is een spannende service. Dus we hebben ook wat tijd genomen om aan wat knoppen te draaien en te kijken van goh, heeft dat een positieve of negatieve impact op de performance. Dit is een tabel van onze Confluence page. Ik heb vooral even de request per seconde geheel geasseerd. Dat is het beste denk ik waar je in één oogopslag kan zien of het beter of slechter wordt. Hè. Meer request per seconde betekent beter, minder betekent slechter. Tester 1 is de default. Dat is waar ik jullie net de grafieken van heb laten zien. Hè. 30 requests per seconde. Die test die we draaiden, die hadden niet tot het doel om tot het breekpunt te gaan. Hè. Het doel was niet, laten we eens even kijken hoe ver we kunnen gaan tot er rook uit de server komt. Dus we hebben bij testrun 2 hebben we dat wel gedaan. En we gaan, oké, wat als er nou meer gebruikers, in dit geval 10 threads, tegelijk naar die server gaan. Hè. We belasten hem maximaal. Hoeveel requests kunnen we dan aan? Nou, blijkbaar 68. Dus dat is een beetje op dit moment de grens van wat we aan kunnen. 68 requests per seconde. Een tweede ding wat we hebben uitgeprobeerd is bij de indieningsvereisten zit de algemene set. Elke keer als de gebruiker voor indieningsvereisten vragen ophaalt, dan zitten er ook de algemene set vragen bij. Dat zijn 7 verschillende STTR-files. Die vragen hebben als adresgegevens, gemachtigde gegevens, bedrijfsgegevens. Maar 7 STTR-files waar elke keer een conclusie voor opgehaald moet worden. En dus onze rule engine op zich wel heel erg snel. Maar goed, als iets wat heel erg snel is 7 keer aangeroepen wordt. En daar zit ook nog netwerk overhead bij. Dan heeft dat nog steeds wel een impact. Dus we hebben gezegd, ja, die algemene set die is voor iedereen hetzelfde. Als we dat nou cachen, dat we niet steeds naar de rule engine gaan, want we weten wel wat de conclusie is op basis van die antwoorden, wordt het dan beter? En daar zie je in dit geval regel 3, dat het aantal requests per seconde van 30 naar 41 ging. Dus ruim 30% verbetering. Dus die POC toont aan dat dit de moeite waard is om naar te kijken. Dus daar hebben we een apart user story voor, om te kijken of we daar nog extra performance mee uit kunnen knijpen. Punt 4, database caching. We cachen al onze database calls. Dat lijkt logisch. Hè? Op het moment dat je naar de database gaat om te vragen, joh, welke vragen horen er bij boomkappen, dan is het niet per se nodig om 5 seconden later dat opnieuw te vragen. Dus dat zou een performance winst op moeten leveren, maar we hadden het er nooit aangetoond, want caching komt ook met zijn eigen nadelen. Dus we hebben even de moeite genomen om te kijken, joh, als we die cache uitzetten, wordt het dan inderdaad trager? Nou, inderdaad. We vallen terug naar 90 requests per seconde. Dus we hebben in ieder geval het bewijs dat we niet voor niks onze database zitten te cachen. En als laatste test hebben we nog even met de Java versie gespeeld. Onze code draait in Java 11. Dat is de meest recente long-term support versie. Maar die is al bijna 3 jaar oud. Inmiddels zitten we bij Java 15. Volgende week komt Java 16 uit. En de theorie is dat met nieuwe Java versies dingen ook sneller kunnen worden. Dus we hebben even geprobeerd. Ja, met Java 15 is het ietsje sneller. Ik vind het alleen lastig in te schatten of van 30 naar 31,5. Of dat echt zoveel sneller is of dat het een afrondingsverschil is. Maar we weten nu in elk geval, die nieuwe Java versies gaan niet heel veel performance winst opleveren. Dat is fijn om te weten. Conclusies. In elk geval inzoomend op bepaalde indieningsvereisten. Hè. Nogmaals, een van de spannendere services. De responstijden vallen binnen de gestelde eisen. We hebben geen duidelijke performance bottlenecks gevonden. Dus er is niks wat echt zijn grenzen heeft bereikt waar we ons zorgen over moeten maken. En we zien ook nog allerlei ruimte om nog te groeien in het aantal requests per seconde. Dus wat betreft bepaalde indieningsvereisten is dit volgens mij... was ik blij met het resultaat in elk geval. Ook nog andere services getest. Daar stap ik even sneller overheen. Ik zal kort even de bovenste 3 benoemen. Verifieerde regels, dat is wat leveranciers gebruiken om te kijken of hun STTR-bestanden valide zijn. Dus die wordt niet in het loket gebruikt. Hè. Niet elke burger die onze service gebruikt zal dit gebruiken. Dus de verwachting is dat de loadout wat lager is. Ja, goed, daar kunnen we op dit moment 10 requests per seconde aan. En we zien ook nog ruimte voor verbetering. Bepaalde activiteiten is wel een wat spannendere. Dat is de service die op het moment dat de gebruiker meteen gaat indienen, dan kan hij op basis van locatie, krijgt hij een lijst met activiteiten op die locatie en kan hij die zelf selecteren.
En 6 requests per seconde lijkt, ik weet niet helemaal of dat voldoende is. Daar zouden we misschien nog een keer extra naar moeten kijken. En de volgende bepaalde logisch gerelateerde werkzaamheden. Hè. Gebruikers kunnen ook zoeken op werkzaamheden. En dan vertellen wij welke werkzaamheden gerelateerd zijn. Nou, top 1000 requests per seconde. Fijn om te weten dat er ook een service is waar we ons in elk geval geen zorgen over hoeven te maken. En de rest laat ik even voor wat het is. We hebben niet alleen mooie grafiekjes gemaakt, maar we hebben ook wat verbeteringen doorgevoerd terwijl we de performance testen aan het doen waren. De bepaalde indieningsvereisten, de service die jullie net liet zien, hebben we de throughput van verdubbeld. Bepaalde activiteiten hebben we verdubbeld. Bepaalde subactiviteiten is zelfs 3 keer zo snel geworden met wat kleine verbeteringen. En de database heeft het ook een stuk rustiger. In plaats van 100% CPU te gebruiken, gebruikt hij nu 25% van zijn CPU's. De laatste slide, what's next? Kost heel veel tijd, die performance tests. We hebben heel veel services. Die services kunnen ook nog op allerlei manieren gebruikt worden. Dus we hebben wel wat keuzes moeten maken. Maar er zijn nog wel wat dingen die op ons verlanglijstje staan. We willen graag met 100.000 STTR bestanden werken. Want dat is volgens mij wat we uiteindelijk verwachten wat er in productie werkt. We hebben heel erg ingezoomd op de services in het loket. Maar de services die door leveranciers gebruikt worden of de RTF frontend hebben we nog niet getest. Juridisch gerelateerde activiteit hebben we overgeslagen. Ik wilde graag testdata die productie-like was. Dus we hebben op productie, of nee, niet productie, de pre gekeken. Daar staat de bruidschat van hoeveel juridische gerelateerde activiteiten zijn daar eigenlijk. En dat werd eigenlijk alleen door het Rijk gebruikt. En alle andere bevoegde gezagen gebruikten dat nog niet. Dus dat wordt nog niet volledig gebruikt. Dat gaf geen goed beeld hoe men dat uiteindelijk gaat gebruiken. Dus dat hebben we even gelaten voor wat het is. Caching willen we verder onderzoeken, want daar is volgens mij performance winst te halen. En er zijn wat ik noem spannende use cases. Speciale situaties die niet elke gebruiker doet, maar die wel als een gebruiker het doet, misschien een hele negatieve impact heeft op de performance. En voorbeelden daarvan zijn een STTR-bestand met veel vragen. We hebben nu in de test dat het STTR-bestand volgens mij 10 vragen, want zo zien de meeste bruidschat STTR-bestanden eruit. Maar er is er ook eentje met 155 vragen. Ja, dat zal wat langzamer zijn. Spannend om te kijken wat dat doet. En het wijzigen van antwoorden is ook iets wat bij ons vanwege beperkingen van onze rule engine traag kan zijn. Dus daar willen we ook op inzoomen. En we hebben nog een hele lijst, maar dit is in elk geval staat volgens mij redelijk bovenaan het wensenlijstje. En dat was het. Zijn er vragen over? Ja, Chris. Het is een rijtje vragen van Hans Dekkers. Ik zal ze even snel beantwoorden. We hebben nog wat tijd nodig voor de overige demo's. Hans vraagt in hoeverre is de performance afhankelijk van de eigenschappen van de data? Nou, dat heb je eigenlijk net toegelicht. We hebben gekeken van hoe is de bruidschat ingericht. En op basis daarvan hebben we de testdata ingericht. Betekent wel dat er nog wel een aantal specials zijn, zoals Chris net noemde, die we verder willen testen. Maar in principe is wat wij nu qua omgeving en qua load en qua data gebruikt hebben, is representatief met hoe straks de bruidschat eruit zal zien. Waar kan ik de eisen rustig teruglezen? In principe de eisen die zijn beschreven in de NFS. Die zijn nog niet overal helemaal smart. Dat is ook iets wat de komende tijd wel opgepakt moet worden door het programma. Maar in principe staan daar de eisen in. We testen voor een bepaald gebruik. In hoeverre is dit gebruik representatief voor hoe het daadwerkelijk in de hele keten gewerkt gaat worden? Dan moeten we kijken naar de opzet van de testen. Waar wij nu met name naar gekeken hebben, dat zijn de zogenaamde API-testen. Dus we hebben onze eigen API's getest. Daarnaast worden ook keten performance testen uitgevoerd. En daar wordt het gebruik van de hele keten ook bekeken. Dus dan zie je inderdaad echt een test waar een initiatiefnemer achter de knoppen van de gebruikerstoepassing zit. Die de RTS-services aanroept. En de RTS-services de Ozon-services aanroepen. Andere uitstapjes, nou bijvoorbeeld bestuurlijke grenzen. Dus daar testen we echt de hele keten mee. Dus dat zijn echt twee verschillende testen. Deze testen zijn met name bedoeld om de bottlenecks in de verschillende services te vinden. Zie je ook dat in het oefenjaar het gebruik heel anders zwaarder zal zijn dan na IWT? Daar kan ik nog niet zo goed antwoord op geven.
het zou best wel kunnen van wel. We zien het eigenlijk nu ook al wel. Iedereen zit heel druk in Utrecht te testen, omdat daar heel veel beschikbaar is. Ja, terwijl we eigenlijk ook gezegd hebben, ja, daar is misschien wel wat te veel beschikbaar. Dus dan zullen de services niet op hun best zijn. Dus ik denk dan wel dat we in het oefenjaar tegen dat soort situaties aan gaan lopen. Stel, Friesland heeft mooie toepasbare regels opgesteld als gevolg van het oefenen. En iedereen gaat in Friesland kijken. Dus dan zul je daar een bepaalde lood zien die je wellicht naar IWT niet zal zien. Moeten we nog eens verder bespreken. Dat is wel een interessant punt. Waarom kan het wijzigen van antwoorden heel duur zijn? Kijk of ik daar heel kort een antwoord op kan geven. Dat hangt er een beetje van af waar in het proces de antwoorden gewijzigd worden. Wat het geval kan zijn, is dat een eerder gegeven antwoord consequenties heeft voor vervolgvragen. Het kan zijn dat die vervolgvragen wegvallen. Kan zijn dat er juist andere vervolgvragen bijkomen. Dat moet allemaal opnieuw berekend worden. Op basis van het wijzigen van de voorgaande antwoorden. Dus stel ik zit bij vraag 20 en ik wijzig vraag 1. Dat betekent dat dus dat ik die 19 stappen die ik dan al gezet heb, zou ook opnieuw moeten beredeneren om te kijken of wellicht die vragen wegvallen of dat er andere vragen bij komen. Dat zijn snelle antwoorden. Je kan me altijd even bellen. Of we kunnen een vervolgsessie plannen als we hier wat verder op in moeten gaan. Dan wilde ik dit onderwerp afsluiten, tenzij er nog andere dringende vragen zijn. Kijk heel even naar de tijd. We hadden nog twee andere demo's gepland staan voor de algemene set en het bepalen van omgevingsoverleg. Die had Raymond voorbereid. Ik weet niet, Raymond, komt er inmiddels al witte rook uit de omgevingen? Of moeten we hier nog improviseren? Nee, op dit moment zijn alle omgevingen inderdaad nog, zal ik het schuifje ook even opgooien, zijn nog steeds down. Dus ik kan niks live demoen. Het enige wat ik kan doen is de request tonen die ik erheen stuur om de omgevingsoverleg te beheren en eventueel een screenshot laten zien hoe die er vanochtend uitzag qua respons. Ik weet niet of dat is het enige wat ik kan doen op dit moment. Wil iemand dat heel graag zien? Want anders kunnen we wellicht deze demo uitstellen tot de volgende sprint review als we dit wel werkend hebben. Dan is het handig om nu even te roepen of je handje op te steken. Bob. Denk ik. En wat dan? Omgevingsoverleg of algemene set? Allebei wat mij betreft. Oké. Nou, probeer even kort dan response request te laten zien van het omgevingsoverleg. Algemene set kunnen we wellicht op basis van de RTR wel iets meer over vertellen. Ja, alleen de RTR frontend kan ik dus ook niet tonen. Even kijken hoor. Misschien moet ik dit scherm pakken. Goed, dan zien jullie nu een screenshot. Dan begin ik met de algemene set. De algemene set die wordt opgehaald wanneer de bepaalde indieningsvereiste service wordt aangeroepen. Hij deed het in het verleden altijd met de algemene vragen ongeacht de toestemming. Dus of je nou een vergunning of een melding doet als initiatiefnemer, die vragen krijg je altijd. Wat we nu gedaan hebben, wat we nu geïmplementeerd hebben, is dat we op basis van de toestemming, en dat zien we dan hier ook, ik zal even iets meer inzoomen. Dus ik roep hier wat je hierboven ziet, de indieningsvereiste bepaal, dat is de service van ons, die roepen we aan, dat roept dus de gebruikerstoepassing aan. Daar is een activiteit door de initiatiefnemer geselecteerd, in dit geval een integration subject to. En daar dan de vergunning van. Dus deze activiteit die wil men gaan aanvragen. En op basis van die vergunning halen wij op dat moment ook de specifieke vragen van de algemene set op. Die geldig zijn voor de vergunning. Dus wat je hier dan in de screenshot ziet. Dit is dan maar, moet je geloven. Maar dit is een vraag die wij hebben. Die onder een regelbeheerobject met toestemming vergunning stond. En dat zie je ook in de tekst, vergunning toestemming vraag.
dit is over de algemene set. Meer hiervan kan ik nu gewoon niet tonen. Misschien wel even voor degene die misschien vanochtend er niet bij waren. Raymond, wie bepaalt dat? Welke onderdelen van de algemene set worden getoond op basis van een bepaalde activiteit? Sorry, pardon? Ik zeg, wie bepaalt dat? Ja, voor mij, als ik jou goed begrijp, heb je een aantal onderdelen van de algemene set worden nu getoond afhankelijk van de type activiteit of De toestemming. Het gaat over de toestemming. Dus het staat los van de activiteit. Het gaat om de toestemming die gekozen is. Dat was naar de verkeerde omgeving. Ik moet even naar de pre. Ik zal het wel even laten zien. Pre. De werking van de algemene set wordt eigenlijk dan net als voor andere activiteiten, Bob. Dus je kijkt op basis van het regelbeheerobject, dus welke toestemming eraan gekoppeld is. En op basis daarvan worden vragen opgehaald. Ja. Ik denk dat Raymond dat voorbeeldje nu gaat laten zien. Dus wat we hier zien, de algemene set, dat is deze activiteit. Daar zitten één of meerdere subactiviteiten onder. Al die subactiviteiten, al die vragen die eronder zitten, die worden altijd getoond aan de initiatiefnemer bij indieningsvereisten. En als we dan zo'n activiteit openklikken, dan zie je hier ook een regelbeheerobject. In dit regelbeheerobject zitten de toepasbare regels, dus de vragen die worden gesteld. En wat je hier ook ziet, bij indieningsvereisten staat nu geen toestemming. Oftewel, ook al vraag je een vergunning aan, een melding aan, deze vragen onder het project worden altijd aan de initiatiefnemer gesteld. Wat we nu gebouwd hebben, is als we dan een voorbeeld nemen, hoop ik dat er wel eentje tussen staat op deze omgeving. Zit je op de play? Ja. Dat je tankstation even zoeken. Die had ik vanmorgen ook. Tankstation. Ja. Ja. Dus ik vergelijk het nu met een activiteit tankstation. Maar dit werkt dus straks nu ook. Voor de algemene set. Dus onder indieningsvereisten zie je nu een indieningsvereiste aanvraagvergunning. Oftewel, als de initiatiefnemer dus een aanvraagvergunning voor een tankstation aanvraagt, krijgt hij deze vragen. Maar dan krijgt hij dus ook de specifieke vraag van de algemene set, die eventueel er zijn voor aanvraagvergunning. Dat is de toestemming. Is die duidelijk, Bob? Nou, misschien dan een keer goed over na moet denken. Maar want de vraag is dan even, wie bepaalt dus welke specifieke algemene setvragen die dan hierbij krijgt? Uiteindelijk. Mag ik even daarop inbreken? Want volgens mij kan ik dat goed beantwoorden. Okay. Dit wordt nou gebouwd omdat we participatievragen willen toevoegen. En participatievragen worden alleen gesteld als je een vergunning aanvraagt. Dus vandaar dat deze, ja, die toestemming specifieke vereisten in de algemene set komt. Ja, maar het is niet alleen voor participatievragen. Nu voor participatievragen, dat is inderdaad de business case om dit op te pakken. Maar we hebben dit wel generiek ingericht. Dat op het moment dat er nog in de toekomst andere vragen toestemming specifiek zijn, dat die ook op die manier gemodelleerd kunnen worden. En het is uiteindelijk de regelmaker, dus in dit geval het Rijk en het contentteam, die algemene set activiteiten opstellen. Maar het is het uitvoercomponent dat bepaalt welke deel van de algemene set uitgevoerd moet worden, gegeven de toestemming van de activiteiten die in het verzoek zitten. Nou, ik moet nog eens over nadenken. Ik kan het nog niet helemaal volgen, maar het ligt aan mij. Dus dat komt nog wel. In ieder geval, leveranciers zullen dit niet aanleveren. De algemene set is enkel voor dus het Rijk contentbeheerteam, zeg maar, die de algemene set bepaalt. Ja. Nou ja, het is ook een lastig stukje demo zonder demo. Dus ja, je zult ons even moeten geloven dat de relevante vragen gaan verschijnen die op basis van de toestemming nodig zijn. Ja, wat ik al zeg, hopelijk kunnen we dat over 2 weken wel laten zien. Ja. Helemaal goed. Ik vertrouw je volledig. Geen probleem. Op 2 weken zien we het wel. Geen punt. En dan, en trouwens, hij is natuurlijk bij de uitrol straks natuurlijk op de int beschikbaar. Dus in ieder geval contentbeheerteam, die kan straks volgende sprint hiermee aan de slag. Dus die kan de algemene set op de juiste wijze erop zetten. En natuurlijk ook de CRUD van de omgevingsoverlegconfiguraties aanroepen. Oftewel daar mee spelen
Hoewel zij eigenlijk niet de stakeholder zijn, zit ik net te bedenken. Maar voor ondersteuning is het wel handig dat zij er ook mee kunnen spelen. Want omgevingsoverlegconfiguraties, dat is het tweede onderwerp. Dat stelt dus een regelmaak, tenminste een bevoegd gezag stelt dat in. Het is vergelijkbaar met behandeldienstconfiguraties. En daarmee kan het bevoegd gezag aangeven van deze activiteiten, waar ik bevoegd gezag van kan zijn. Kan ik aangeven of een omgevingsoverleg wel of niet is toegestaan. Dus als een initiatiefnemer een aantal activiteiten selecteert, activiteit-plichtcombinaties selecteert, en hij komt daar als bevoegd gezag dan vervolgens uit, dan bepalen wij met de service die we nog moeten ontwikkelen, dat is de bepalen omgevingsoverleg, bepalen of een omgevingsoverleg is toegestaan. Oftewel dat de initiatiefnemer de keuze krijgt, want ik wil dit indienen als omgevingsoverleg of ik wil dit definitief indienen. En daarvoor hebben we een CRUD-service gemaakt om die configuraties te beheren. Ik kan dus daar niks van laten zien live. Ik stel voor dat we die kort houden, Raymond, want we zijn al onze tijd heen. Oké. Maar in ieder geval, de Swagger is ook beschikbaar op de API. Dus als het contentteam hiermee wil aan de slag wil, mee kan, wil spelen, dan is de Swagger daar. Daar staan ook de voorbeeldberichten in. En wat ik hier ook in beeld laat zien, dat is dus hoe je een configuratie kan aanbieden. Dus op basis van het OEN van de vroeger zag, de activiteit waar het om gaat selecteren, en dan of die wel of niet is toegestaan. Dat is niet veel complexer dan dit. Nee, dat klopt. Nou, nogmaals, mijn excuses voor de rommelige demo, of eigenlijk de geen demo. Maar goed, als de omgevingen uit de lucht gaan, dan kunnen we helaas niks aan doen. Ik zal Danilo vragen of we voor de volgende keer wat meer tijd kunnen krijgen. Dan kunnen we deze demo's inhalen. Het bewijst om weer dat het zien werken beter is dan een stukje uitleg. Dus stel ik voor dat we het voor nu hierbij laten. Tenzij er nog dringende vragen zijn of nog iets van het toelichten. En anders zou ik zeggen, in ieder geval plezier bij de resultaten van de gebruikerstest die nu aansluitend is. En tot anders het over 2 weken. Dankjewel Vincent. Ja, nou bij deze dan, Danilo. We kunnen het volgende keer ietsje langer plannen. Ja, ik heb hem gezien staan. Ja. Komt voor elkaar. Oké, dankjewel. Dankjewel voor de toelichting in ieder geval.